Inge en Bas, jullie hebben een roerige tijd achter de rug en daar praten jullie openhartig over in de Nieuwe Helden. Vertel eens, wat is jullie overkomen de laatste tijd, voor wie het nog niet weet? ik was gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker. En dat is inmiddels bijna 2 maanden geleden. Ondertussen ben ik geopereerd en eigenlijk alle uitslagen daarna, na het slechte nieuws, waren eigenlijk goed. Ja, want je bent helemaal schoon, zoals dat dan heet. Ja, precies, ja. Bas, hoe heb jij er voor Inge kunnen zijn in die moeilijke periode? Ja, dat is een goede vraag. Gewoon er zijn. Ja. Ja, dat is niet veel anders dan gewoon er te zijn. Ik zie het dan als een vanzelfsprekendheid om gewoon de dingen te doen die je in een relatie dan doet. Ja. Dus elkaar te steunen, huilen. En dan ga je in de eerste 5 dagen door een heel onzekere tijd, dat je niet weet wat het is en welk stadium. Ja, dat was heel heftig. Kijk, het zwemmen is dan opeens niet meer zo belangrijk. Je wil gewoon, ja, je wil verder leven. Je wil dit overleven en dat is dan ook echt prioriteit 1. En het tweede, ja, wat voor mij en voor ons ook heel belangrijk was, is dat er nog een mogelijkheid bestond op het krijgen van kinderen. Er waren baarmoederbesparende operaties, maar ja, je moet daar wel voor in aanmerking komen. Daar kwam ik gelukkig, dus dat was echt een hele opluchting. En het derde was dat ik alsnog naar Rio wilde. En ja, zoals het er nu naar uitziet, gaan ze alle 3 lukken. Dus, Want sinds een week zwem je weer. Ja, precies. En in het begin ging het echt nog niet zo goed. Het is een operatie geweest van 5 uur en je merkt wel echt in je conditie dat je wat achteruit gaat. Maar ook dat gaat elke keer beter. In het begin kon ik nog niet eens een blokje om van 10 minuten. Maar de volgende dag alweer wel. En zo merk ik dat ook in het zwemmen. En ik zwem natuurlijk wel al de laatste 15 jaar op topniveau. Dus dat kan ik. Alleen je moet wel weer eventjes daarin komen. Tot nu toe gaat dat best snel. En wat zijn nou je doelen in Rio? Zijn die anders dan 2 maanden geleden? Nee. Toen wilde ik een medaille winnen en ik wil nog steeds een medaille winnen. Dat is denk ik ook topsportmentaliteit. Als je meedoet, dan wil je winnen. Dus ik ga er nog steeds voor. Het behouden van je leven, dat is het allergrootste geschenk eigenlijk wat je kan krijgen. En dat is ook waar ik hoe dan ook altijd super blij mee ben. Natuurlijk wil je daar een medaille en wil ik meedoen in Rio en al die dingen. Maar uiteindelijk is het leven gewoon het allerbelangrijkste. Is 2016 ook meteen het laatste jaar van jou als zwemmer? Dat zou kunnen, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ben nu gewoon bezig met die Olympische Spelen en me daarvoor weer helemaal topfit te maken. En daarna ga ik kijken wat ik dan verder ga doen met mijn carrière. Ik moet doen waar ze zich goed bij voelt. Dat is het belangrijkste. En daar sta ik achter. Zo is het.